Een Belgische fietser heeft een race gewonnen met een week voorsprong. Een race voor elektrische fietsen, maar dan wel op zonne-energie. De Sun Trip heet die toepasselijk. Van Lyon in Frankrijk naar Guangzhou in China. En het is dus een Belg, Raf van Hulle, die vandaag als eerste over de meet is gereden. En dan komt hij aan met een week voorsprong. Toch blijft het voor Raf van Hulle spannend tot op het einde. Sowieso ben ik heel blij natuurlijk. Tot de laatste moment was ik ook een beetje stressvol. Omdat het kan altijd nog iets mislopen. Hè. Stel dat je een platte band hebt of zo, of dat er een elektrische kortsluiting optreedt. Één uur voordat de mensen u opwachten, dan staan die mensen daar allemaal in kostuum in de warmte te wachten. De hele race zit een achtervolger hem op de hielen. Pas als hij China binnenrijdt, kan hij hem met een gelukje afschudden. En die was het deel altijd naar achter mij te rijden. En die dacht van kom, ik pak een andere weg, een binnenweg, dan loop ik niet meer achter hem. Hij heeft daar een tegenslag gehad dat hij op een weg uitkwam die blijkbaar in een militaire zone uitkwam. En hij moest het van de politie helemaal terug. Waardoor dat ik tot 1000 kilometer voorsprong had. En dat was natuurlijk wel heel leuk. Hè? Allee. Zijn fiets heeft 2 zonnepanelen en haalt tot 40 kilometer per uur. 45 dagen is hij onderweg geweest, van Lyon tot Guangzhou. 12.000 kilometer langs de oude zijderoute. De ene keer zit je in een woestijn. De dag nadien rijd je door het karstgebergte. En dan kom je in een aralgebied waar je rijdt onder de zeespiegelniveau met 40, 50 graden. Dus ja, alle dagen zie je het landschap veranderen omdat we ook zo snel rijden. We rijden 300 tot 400 kilometer per dag soms. Een prijs krijgt Raf van Hulle niet. Wel eeuwige roem. Ja, ik geloof dat Jolien Doorn minder ver heeft moeten fietsen voor haar bronzen medaille op TK baanwielrennen. Sport.